Aan die kant van het gebouw, de rosette, als je daar door het raam kijkt, dan kijk je eigenlijk de blauw-witte golven en iets verder heb je de Boterdijk. En dat is de plek waar in de oorlogsjaren een reusachtige radar heeft gestaan. Maar wie bouwde het ding en waarom op die plek en wat was het doel, is een raadsel. Gelukkig hebben Edwin van Brakel en Marco Houtgraaf van Museum Vliegbasis Deven de antwoorden. Goedenavond, mijn naam is Edwin van Brakel van Museum Vliegbasis Deven. Ik word zo direct geassisteerd door mijn collega Marco Houtgraaf. En we zullen inderdaad proberen een klein stukje van die geheime radar, vergeten radar, hoe je het noemen wilt, op te lichten hoe dat daar plaats heeft, wat daar plaats heeft gevonden. Het hele verhaal is eigenlijk geruime tijd geleden begonnen met het wellicht bekende boek onder u, Arnhem Voorjaar. Daar staat op pagina, moet ik even kijken, nou ja, ik doe er ook verder niet toe. In het, oh, ik heb hem hier toevallig. Pagina 102 staat een foto. Dat is deze foto. Je ziet hem ook staan. En dat fotootje heeft mij persoonlijk al jaren geïntrigeerd. Omdat de titel onder de foto betracht Duitse verplaatsbare radar op onderlangs. Maar goed, zoals dat gaat, het blijft altijd ergens in je achterhoofd hangen. Tot eigenlijk een paar jaar geleden wij een foto uit ons eigen archief tegenkwamen. Die was binnengekomen in een groter archief. En dat het betreft een luchtfoto uit Schattenwijk 48. Waarin we dus heel duidelijk de schokkel zien staan, in 48 nog, van de Würzburg Riesenradar. Je moet je voorstellen, zo'n Würzburg Riesenradar is niet zomaar een ding. Het ding weegt bij elkaar 15 ton. De schoteldiameter is circa 10 meter, alleen de schotel. Dus rees ook de vraag, waarom is natuurlijk dit hele geheimzinnige machine bij die hele slag om Arnhem nooit ontdekt? Er wordt nergens gewacht gemaakt in geen enkel rapport van intelligence van de slag om Arnhem dat er wellicht een radarsysteem of een geheim wapen op weg naar de brug, wat uiteindelijk de opmarsroute was, zich bevond. We zien hier een uitlichting. Ik kan een mooi dingetje meegenomen. U ziet hem hier weer uitvergroot, de sokkel, waar de radar op stond. Ja. Gevonden, dank u wel. U moet zich voorstellen, hier bevindt zich nu de kunstacademie, op dit plekje. En dit plekje is eigenlijk nog onaangetast in zoverre. Dit is precies nog het parkeerplekje waar nu wat auto's zich kunnen parkeren. En hier nu ligt de oprit van de Nieuwe Brug richting Zuid. Terugkomend op die vraag van waarom wisten die geallieerden dat nou niet? Want nogmaals, een apparaat van 15 ton met een diameter van 10 meter, die kijk je niet zomaar over het hoofd. Maar wel was ook de vraag, stond dat ding überhaupt wel bij de slag om Arnhem al reeds op die plek? Nou, we hebben een luchtfoto hier voor ons van 19 september 1944. Dus eigenlijk de eerste dag van die slag om Arnhem. En we zien hier de schaduw, inderdaad, van de Würzburg Riesenradar staan. Dat roept een aantal vragen op. Het hele mooie medium is natuurlijk de krant. We hebben 2011 in de Gelderlander, door Harry van der Ploeg, heeft een prachtig mooi artikel geplaatst. En het woord zegt het al, raadsels rond radarstation bij onderlangs. Daar zijn toch een zestal reacties op uitgekomen. Hele belangrijke. We zijn natuurlijk met een vragenlijst daarheen gegaan. Tegelijkertijd is onderzoek in het Gelders archief gepleegd. Het eigen archief nog eens doorgelicht. En we zijn uitgekomen op onderzoek van de groep Albrecht. De groep Albrecht, zal ik even verduidelijken, is eigenlijk een verzetsgroep geweest die gedurende de Tweede Wereldoorlog door heel Nederland uiterst belangrijke informatie doorsluisde richting Engeland. Nou, uit die oproep uit de krant,
daar kwamen ook vanwege de ooggetuigen een aantal dingen uit. Een van die ooggetuigen verklaarde dat dit apparaat in 1943 door Russische kruisgevangenen die op onder andere de Oldenbarneveldstraat lagen, is gebouwd onder auspiciën natuurlijk van Duitse autoriteiten. Ook werd er verteld dat het apparaat regelmatig draaide. Dus hij was in werking. Er werden nissenhuizen gebouwd voor de bouwers. En een ander iemand wist weer te vertellen op 100% dat de sokkel in 1943 is gestort. Nou, die sokkel, ik vertelde het al, die weegt ook tonnen. En dat is een heel groot apparaat. Dat is ook een diameter van 3, 4 meter. Dus dit zijn allemaal dingen dat aanduidt dat het voor de slag om Arnhem eigenlijk al dit apparaat daar stond. Ook werd er altijd gezegd bij de school voor slechtlerende kinderen, de ZMOK school, die ben ik niet zo thuis in Arnhem, maar die schijnt dus onderlangs ook te hebben gestaan. Het woord Lyceum bovenover, dat is de oude school die nu nog staat, naast het Elisabeth Gasthuis. Daar kom ik zo op terug. Hier zien we nog een foto van 15 maart 1945. Ook hier is weer, hier is die vergroot, ziet we de schaduw en eigenlijk de schotel staan richting Nieuwebrug. U moet zich voorstellen, dit is de schotel, het voorste deel, en het achterste deel is het bedieningshuis. U zult zodra de foto zien van een complete huursbuur. En dan snapt u wellicht hoe de situatie, maar hij is dus recht van boven genomen. En de schotel nogmaals afgaande op de nieuwe brug. Hier zien we inderdaad weer een plek, dit is een opname van 12 augustus 1944. En ook daar is die dus zichtbaar. Nou, deze die is wel heel onduidelijk, maar goed. Ook hier zien we weer de schaduw van de achterkant van de schotel richting brug gedraaid. Er is duidelijk nog een mooi plaatje van Schipbrug 1938, ook weer de plek waar die heeft gestaan. Nou, uit dat archiefonderzoek bij het Gelders Archief zit een fotoserie van de heer Jacquet, die een prachtige serie heeft gemaakt van Arnhem 46 met allerlei, ja, laat ik zeggen, ruïnes en overblijfselen. En in deze fotoserie zien we dus ook van dichtbij hoe het apparaat daar in 1946 bij stond. Daar kun je ook weer heel mooi de Rijn, of de bomen langs de Rijn richting Oosterbeek komen hier. En dit is eigenlijk het restant nogmaals zoals die in 1945 erbij stond. U ziet ook dat die inmiddels gedraaid is. Hij kon natuurlijk door iedereen en allemaal met de hand verplaatst of gedraaid worden, laat ik het zo stellen. Ook hier zit hier weer een opname met op de achtergrond Arnhem-Zuid. Dit zullen de steenfabrieken zijn. En dit is het huisje wat ik straks zei op de luchtfoto met de schotel die is dus van boven zag die richting Nieuwebrug gedraaid was. Dit is weer de foto van, even kijken, van uit het boek, als ik het goed heb. Ja? Dus hij mag voor mij eentje verder. Nou, internet is een mooi medium. Dat weten we allemaal. Voor ons eigen archief zijn we altijd natuurlijk op speurtocht op het internet om foto's, documenten of wat dergelijks dan ook te vinden. En het grote toeval dat ik via eBay in Canada, hoe kom je erbij, maar een fotootje ontdekte te koop waarop eigenlijk de aanduiding stond aan de achterkant. Sorry? Ja, die komt even zo. Deutsche Scheinwerfer Arnhem, Bad 46. Nou, dat klopt dus van geen kanten. Het is A, is het geen scheinwerper. B, is het een heel vreemd verhaal, want het is in Duits gesteld. Maar als we goed kijken, zien we dus een Canadees militair, of een geallieerd militair moet ik zeggen, in de voet staan. Dus hoe dat überhaupt in Canada is terechtgekomen,
Nou, heel wazig. Maar het geeft dus wel aan dat in deze foto in 1946 is opgenomen. Maar, zoals we hier aan de rechterzijde zien, dit moet je zich voorstellen, is eigenlijk een ander gedeelte van een andere buurtburg, Riezenrader. En deze voet bevindt zich namelijk op deze plek. Met andere woorden, waar is die andere nu gebleven? Want dit duidt aan dat er dus nog eentje heeft gestaan. Want deze voet, 100%, is van de buurtburg Riezenrader. Bovendien zien we hier nog een ander object liggen. En dat is waarschijnlijk van een eipeilinstallatie. Ik zal u niet helemaal vermoeien met, tot in de treuren met de technische data, maar het heeft allemaal te maken met het begeleiden en het toesturen en aansturen van vliegtuigen op weg naar bommenwerperstromen, op weg naar Duitsland. Bovendien werden deze radars gebruikt voor luchtafweer, die in combinatie met de vlakkanonnen posities konden opsnorren. Het bereik van zo'n radar was dan ook ongeveer een kilometer of 60. Dan hebben we deze gehad. Was dit bekend bij de geallieerden? Nou, kennelijk niet. Nogmaals, de opmarsroute van de Engelse parachutisten naar die brug, die is op nog geen, nou, wat wil ik zeggen, nog geen 10 meter, 15 meter onderlangs zijn ze er langs gekomen. Nogmaals, er is geen enkel gewag gemaakt in geen enkel rapport van wat hier in godsnaam stond. Wel vreemd, want ik heb straks de verzetsgroep Albrecht genoemd en die hebben in 1943, ik geloof 25-3-43, al een geheim rapport gestuurd naar Engeland, waarin hier een prachtig mooi stukje staat: school op onderlangs, guarded by black old guardsmen. On the ground surrounding the school, rising above the trees, a queer installation is visible. En daar bedoelen ze dan weer deze mee. Ook daar kom ik zo op terug, maar er was het een en ander aan activiteit aan de Boterdijk. En behoorlijk wat activiteit lijkt het. Waarschijnlijk, ja, nee, doe die hand maar. Ja. Het zou wel eens kunnen zijn, dit is namelijk een plaatje van een zogenaamde Freya-radar. Ook een ultrageheim Duits radarsysteem, wat weer verbeterd het systeem was ten aanzien van de buurtburg. En u ziet hier het schematische tekeningetje van de groep Albrecht, waarin gewag wordt gemaakt van houten palen met antennes ertussen. Nou is dit natuurlijk geen apparaat met houten palen. Maar het zou natuurlijk een proefopstelling geweest kunnen zijn om dit te testen. Anderzijds heeft deze onderzijde nagenoeg ook een vergelijkbare poot van zo'n buurtvuur Riezenrader. Maar dit blijft natuurlijk gissen. Wat was dat dan voor een club die daar op die Boterdijk zo druk doende was? We zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het ei Arnhem varen is geweest. Het is een geheim woord, maar deze club die zat dus op dat school, het Christelijk Lyceum aan de Utrechtseweg in Arnhem, die er nu nog is. Daar zat de hoofdingenieur Frieke en dat was eigenlijk een techneut, een doorgeleerde techneut, die zich uitsluitend bezig hield met Luftwaffe pijlvervaren, het Luftwaffe afstandmeetapparatuur en dergelijke. Het is waarschijnlijk zo dat deze club, de staf zien we hier dus op de bordes, dat die dus daar bezig is geweest om zeker vanaf 1943 tot na de Slag om Arnhem, of tot de Slag om Arnhem waarschijnlijk, in het geheim daar testen en oefeningen en experimenten te hebben verricht. Ja, hier staat eigenlijk wat ik dus zo even vertelde. Ze kwamen inderdaad vanuit Eerste Kartuizerstraat, Bovenbrugstraat zijn ze eerst gekomen.
En uiteindelijk hebben ze een vast onderkomen in het gebouw van het Lyceum aan de Utrechtse Weg gekregen. Vanaf hier ga ik even het... Laat je even in de reden vallen. Je hebt nog 1 minuut. Nou, dan ga ik die minuut even doorrammelen. Volgens een brief wat ook in het archief teruggevonden is, is er aan het burgerweeshuis, die dus aan de Utrechtse straat heeft gestaan, hoek 5 Zinnenstraat. Die brief, dat is een ooggetuigenverslag van de heer Boeré, als ik het goed heb, die vertelt dat er gedurende de oorlog op dit torentje ook antennes zich bevonden en een kleine radarschotel. Waarschijnlijk is dit gebouw, of ook aan zekerheid grenzen waarschijnlijkheid, is dit gebouw ook gebruikt om de techneuten hier te huisvesten, die dus op steenworp afstand vanaf de school geleid werden en die konden de bult afzakken en ook nog in 5 minuten loopafstand waren ze bij de proefopstelling. Nou, wat we hier zien is een wieltruurriese radar. Als museum vliegbasisdelen hebben wij deze in bezit verkregen. Hij komt uit Hoeven, het is het voormalige sterrenwachtstation, die niet meer in gebruik is. De voet, zoals we hem hier zien, is, mag ik nog heel even terug, binnen de minuut, zien we hem opgesteld als noodvoet. Dit is niet het originele betonnen sokkel zoals we hem straks zagen op de luchtfoto, maar de rest van de apparatuur is nagenoeg compleet en origineel. De restauratie zijn wij in druk mee doende. Het apparaat ligt nu bij de stralen gedeeltelijk, is uit elkaar gesloopt. Hier zien we inderdaad de voet, die is vorige 2 weken geleden teruggekomen van het straalbedrijf. En hier zien we inderdaad zo'n exact dezelfde voet als we straks op die foto zagen, als extra voet voor die buurtvloer die bij de Boterdijk kwam. Nou, ik heb een strenge blik achter me, dus ik moet het helaas afronden. Dank voor uw aandacht. Mocht er nog vragen zijn, of wilt u een keer het museum Vliegenbasisdelen bezoeken, elk weekend tussen 11 en 5 zijn we geopend op de Koop van Delen. Kan u mensen op de doorgaande weg.